Hallo allemaal. Hallo. 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 Zeg, je hebt zo'n mooie koep. Ben je naar de kapper geweest? Ja. Doe ik in jouw mooie haren? Wow, wow. Huh? Oei. Oei. Nee. Waar, kom een keer naast mij staan. Oh. Ah, hier ben je. Ah. Hier. Doe eens jouw mooie haren. Zeg, zo'n mooi kort haartje. Oei, daar. Naar de kapper geweest, hè? Terwijl wij aan het werk waren, is Jules met oma naar de kapper geweest. Oei, oei. Oei, ja, geef maar aan papa. Dank u. Oei, ja. Dank u wel. Kijk. Hey, cool. Abum. Er is best veel aan het gebeuren eigenlijk, hè? Mama die is hier nu ook niet. Zij zit nu bij de osteopaat. Koka. Osteopaat. Koka. Moest ze ook oefeningen doen? Nee. Oefeningen. Dat zijn kommetjes voor het ontbijt. Dank u. Voor de mensen bij ons in de zaak morgen. Het is ook avond. Ons koffie- en theehuisje heeft vandaag goed gedraaid. Wij maken ook altijd wat voorbereidingen voor dan de ochtend nadien. Choco, inderdaad. Er zit ook choco tussen het beleg. En honing en botertjes en heel veel vlees en vis ook nog. En kazen. Honing en confituur. Dit is honing. Hier, dit is honing. Wie eet er graag honing? Winnie de Pooh, ja. Yeah. Ja, de spaghetti, dat moet naar boven. Allee, kom, pas op. Jules is boven, hij ligt ook al in bedje. Jolien die is ook alweer terug thuis. En voilà, ik zit weer terug beneden, want ik moet ook nog wat computerwerk doen. En dan ga ik ook ver gaan slapen. Voilà, de zaak staat klaar zoals ik het al gezegd heb. Zie je de tafeltjes klaarstaan. Onze Halloween-versiering is er ook nog altijd bij. Nog even, hè. En dan is het ook alweer over. Ja, dan is het enkel maar herfst. En dan daarna stilletjes aan ook naar de kerstversiering. We hebben een kerstboom voor beneden en ook een kerstboom voor boven. Het zal even afwachten zijn hoe Jules daarop gaat reageren. Maar waarschijnlijk gaan we hem wel zetten. We hebben sowieso een kunststofboom, dus in principe kan dat niet misgaan. Alleen de ballen, hè. Daar hebben we nog een beetje, ja, daar hebben we nog een klein beetje schrik voor, omdat, ja, dat kan breken, hè. Dus... Nou, we weten het nog niet. Wel ja of wel nee. We zien het wel. Ik heb het gevoel dat het maar een korte vlog wordt vandaag. Dat is spijtig eigenlijk. Hè? Ik had nog iets kunnen vertellen over een pakketje dat je maar niet geraakt. Dat is al de tweede week op rij. De prijs dat ze niet aanbellen, maar dat ze dan gewoon zeggen van oh, het bezorgmoment is niet gelukt. En als ze dat dan aan een depot doen, en dan blijft dat in een depot voor een paar dagen, en dan wordt dat naar een postpunt gebracht. Maar ook daarover, ja, dat lijkt niet altijd te lukken. Dan gaat dat terug naar het depot, allee, en zo een hele tijd. Waardoor het soms wel een week, twee weken, of een week en een half kan duren, tot wanneer dat je aan je pakket kunt. Ik vind dat wel vervelend eigenlijk. Maar dat is blijkbaar ja, nu toch al de tweede keer dat we dit voor hebben op een korte tijd. Dat is zo vervelend. En daar heb ik proberen achterna te zitten, maar ja, dat lukt gewoon niet, hè, dus... Dat is niet fijn. Dat is trouwens bij PostNL. Vroeger ging dat allemaal vlekkeloos. Was misschien wel een van de beste spelers hier in België. Ook al is het dus een Nederlandse speler. Ik was vroeger altijd heel blij van PostNL, want we zorgden altijd heel snel pakjes. En dat was ook altijd goed. Maar de laatste tijd, ja, gaat er iets mis. Ik denk dat dat misschien ligt aan onze chauffeur. Ik weet niet wat er precies mis is, want wij hebben gewoon een deur. Je kunt hier gewoon binnenstappen, je kunt aanbellen. Dat is allemaal niet gebeurd. Er zit ook geen briefje in de bus. Dus ik betwijfel echt dat hij zelf in onze straat heeft gereden. Of misschien wel, gewoon in passeren of zo. Maar dat is niet binnengegaan, ook niet gebeld, niets gedaan. En ja, het pakketje daar gewoon maar meegenomen naar het postpunt. Dat vind ik zo spijtig. En dan denk ik, oh ja, we hadden dat eigenlijk wel nodig. Ja, ik weet het niet, hoe dat het nu verder gaat. Dus, in ieder geval, dat is alweer iets dat ik eigenlijk niet wou gaan vertellen. Maar ik dacht van, ja, ik kan het nu toch maar vertellen, want er is nu ook niet zoveel gebeurd in deze vlog. Even bijgepraat met Jenno. Ja, een tijdje terug was met Jolien. Wel, nu is het nu met Jenno. Meer zelfs, Jolien is niet in deze vlog geweest. Wie weet, morgen wel. Want zij ligt nu trouwens al in bed. Ik nog niet, nog een beetje werken. Tot morgen voor weer een nieuwe video.